We zijn op dag 2 van de Inspirational. Nou, wij demonstreren onze apparatuur samen met onze toeleveranciers om de mensen gewoon een idee te geven wat kan het voor meerwaarde zijn in de keuken voor en wel de ondernemer en de chef. IC, dat is een bedrijf dat houdt zich bezig met licht, geluid en videotechniek voor evenementen. Het kan voor de horeca een mooie partner zijn voor het leveren van drive-in shows en bijbehorende DJ's, balances en we kunnen je vast wel voorthelpen. Panesco richt zich voornamelijk op de midden- en hoogsegment in de horeca. We zijn een bake-off fabrikant, dus alle producten die wij leveren komen diepvries binnen en moeten daarna nog een bereiding in de oven hebben. IJsink is een totaal automatiseerder in afrekenprocessen. Wij leveren zowel de kassasystemen als software daaromheen voor het optimaliseren van processen in horecaorganisaties. Middelkamp Vis is een leverancier aan de horeca. Ons assortiment bestaat uit het gehele vissoorten wat de horeca benodigd heeft. Zowel verse vis, gerookte vis, schaal, schelpdieren. Op wens kunnen wij voor de klanten de vis ook pakken of paneren. Vers voor Horeca, dat is een horeca-groothandel in verse groenten en fruit, maar ook vooral sneekeuken. We kunnen eigenlijk de hele mise en place voor de kok uit de handen nemen. Beukelaarse Koffie is een koffiebranderij uit Lichtenvoorde. Wat wij doen is, wij kopen ruwe koffie op de termijnmarkt. Die melangeren we bij ons op eigen branderij. Daarnaast bieden wij ook machines aan en we helpen de klant daarmee aan apparatuur. Presco is eigenlijk de koelverse oplossing. We hebben eigenlijk allerlei producten, net zoals knoflook en verse kruiden. Samenstellingen van verse kruiden. En daarnaast hebben we heel wat kruiden compounds, zeg maar, kruiden mixen. Die eigenlijk een gerecht of smaak maken. Bolscher is een vleesbedrijf uit Enschede. Wat wij doen is het uitbenen van vlees, het garen van vlees, het bereiden van vlees. Op elk gewenst gewicht, op elk gewenste maat. Dus wij proberen voor de kok een beetje de one-stop shopping te zijn in het luxere segment. Mijn is Meijsen, een horecagroothandel in non-food. Wij zijn gespecialiseerd in glaswerk, porselein, bestek en linnen. Maar daaromheen kunnen we eigenlijk alles op het gebied van non-food voor de klant verzorgen. Gulpen is nog een familiebrouwerij. Wij brouwen heel veel speciaal bier. Op dit moment brouwen we standaard 16 bieren. Daarna zijn er nog 2 seizoensbieren, dus voor elk wat wils. Het Twents Wijnhuis is een speciaalzaak van wijnen van all over the world. We hebben wijnen die voor iedereen eigenlijk wel een invulling van een glas kan brengen. Lunevo Chef. Kwaliteit, dat staat natuurlijk voorop, maar ook een stukje comfort en gemak komen bij de bedrijven binnen. We zitten aan tafel en we bespreken van wat het meest past, zowel voor de bediening als voor de keuken zelf. Het Hans Zuivel is een bedrijf wat hier in Twente resideert. Wij leveren zuivel en dan met name slagromen, kokeromen, kwark, yoghurt. En dat doen we in de horeca en de bakkerij. En wij proberen ze te onderscheiden door uniek te zijn. En dat doen we met bepaalde producten, onder andere lactosevrije slagroom met onze fruitpurees zonder toegevoegde suikers. Het assortiment van Steeg is heel breed. Zoals je hier vandaag ook kunt zien, hebben wij van curry's en boemboes tot aan spice oils zonder toegevoegd zout, zonder de eerste 14 declarabele allergenen en zonder E-nummers. Ook weer voor het gemak in de keuken.